deur weer naar binnen. Dus ik zeg zo, nou is dit uitgaan. Gestrest en dan zie ik nergens meer een gaatje vrij en dan word ik helemaal gek. Staan joh! We gaan even lekker een kippetje halen. Het is heel raar, alsof er wel iets op je hoofd zit, maar je voelt het niet. Waar is je heen, meneer? Nee, meneer Marbussen. Je hebt ook weinig. Ja, morgen, hè? Sorry. Wat? Iemand moet om 11 uur dan bezig met een meeting nemen, maar ze mailt. Ik ben nu nog onderweg op de fiets. Oh. Dus die is er ook nog niet. Maar goedemorgen, het is vandaag donderdag. En ik ben even heel snel een ontbijtje aan het maken. Maak weer even, as always, havermoutje met banaan, blauwbessen. Maar ik moet een beetje opschieten, want eigenlijk wilde ik om 11 uur weggaan. Maar ik denk niet dat ik dat ga redden. But I'm going to do my best, you know. En het is heerlijk weer, dus dat is wel echt chill om in dit weer te mogen werken. Dus dan is het ook lekker het terras, denk ik, buiten. Gaan mensen daar lekker zitten. Dus dat is top. Dus ik denk dat ik wel lekker een dagje kan maken vandaag. Zo, ik ben lekker aan het doorbreten. Ik kom er altijd toch weer op hetzelfde punt. Ik dacht, ik heb prima om de tijd vandaag. Maar dan ben ik boven toch weer veel te lang bezig. Dus ik pleur nu naar binnen. Zo, nou goeiemorgen. Het is vandaag vrijdag. En ik zit trouwens even weer op. Als je het weet. Gisteren moest ik natuurlijk werken en ik heb tot een uurtje of 10 of zo gewerkt, 9 à 10. Toen hebben we een sluitdrankje gedaan en toen was het ineens random. Zeiden mensen, kom, we gaan mee naar Leiden en even gezellig nog een drankje doen. En eerst wilde ik gewoon op tijd naar huis, dus ik wilde eigenlijk de bus pakken. Maar Britt was met de auto en die moest ook naar Sassen zijn, dus ik dacht, nou, ik wacht wel gewoon op jou en dan kan ik met jou mee rijden naar huis. Toen zei zij dus, nee, ik ga ook naar Leiden. Ik zei, ja, godver. En toen kon ik de bus niet meer halen. En toen dacht ik, nou. Nou, er ging trouwens nog wel een bus om 12 uur. Maar ik dacht, ze hadden hem al overgehaald. Dus ik dacht, nou weet je, ik ga wel lekker gezellig mee. En uiteindelijk was het echt een mega gezellige avond geworden. Want ik zette, voordat we naar binnen liepen, was echt zo'n soort kroegje in Leiden. En ik dacht echt, nou is dit het? Dus ik zeg zo, nou is dit uitgaan? Toen hoorde ik achter mij zo allemaal gasten zeggen, nou is dit uitgaan? En het waren dus allemaal bekenden. Dus we kwamen daar gewoon allemaal bekenden tegen. Nou, ik in ieder geval allemaal bekende gasten. Dus daarmee lekker biertjes gedaan. En ja, was eigenlijk wel heel gezellig. En toen een taxi naar huis genomen uiteindelijk. Want Britt die wilde al wel eerder naar huis, want die moest de volgende dag vroeg werken. En ik moet pas om 12 uur naar school. Dus ik ga zo even lekker douchen en ontbijtje doen. En even wat spulletjes pakken voor, want ik ga naar Kenzo na school meteen. En dan gaan we verven in zijn nieuwe huisje. En dan zal ik ook meteen even dat huis een beetje filmen. Helemaal leuk, want zijn ouders hebben dus voor zijn broertje en voor hem een appartementje gekocht in Amsterdam. Dus, maar dat laat ik verder wel zien vandaag. Ik ga nu even mijn spullen pakken en de hele zooi ontbijten, make-up, douchen. Je weet het allemaal wel. Zo, de spulletjes zijn gepakt. Ik vind dat zo'n gedoe om te bedenken wat ik allemaal mee moet nemen. Want ik ben er dan het weekend en ook vanuit daar ga ik dan maandag naar school. Omdat ik echt om 8:30 heb ik al les. En vanuit Weesp is dat het veel sneller. Dus ik dacht, dan blijf ik de zondag ook gewoon nog even slapen. En dan kan ik vanuit daar weer door naar school. Maar ik moet dus ook mijn camera meenemen. En mijn laptop. En dus allemaal bedenken wat ik aan moet. En dan dus de kleren waar ik in kan verven. Oh, dus ik voel het allemaal maar een gedoe om te bedenken op deze ochtend. En mijn haar is echt zo vet als boter. Maar ik dacht, ja, ik ga het niet nu wassen. Als ik van het weekend misschien onder de verf kan zitten. Dat vind ik dan ook weer zonde. Dus ik heb er even wat droog shampoo in gepleurd. Maar volgens mij is het lekker shiny. Maar goed, ik ga nu even
naar beneden en ontbijten. En dan richting de trein. Ik heb de trein al een half uurtje later genomen. Want ik red het echt niet om 11 uur weer weg te gaan. Dus ik ga om 11:30 weg. Zit ik hoor, met al mijn tassies. Wat toch doe weer? Hier een tas, even letten. En hier al mijn spullen voor mij naar Kees. En ik ben alvast online een lesje mee aan het volgen. Want het begon om 12 uur en het is nu 12:30 al. Dus ik kijk nu gewoon even vanuit hier mee. En dan sluit ik dus later gewoon fysiek aan in de les. Maar goed, ik ben nu aan het wachten op de metro. En dan dus naar school. Oh, daar komt hij volgens mij. Nou, het is lekker druk. Net stond ik ook al op station. Dan moest ik echt zo lang wachten voordat ik de trap naar beneden kon nemen. Ach, Snoetje komt me even ophalen. Met de scooter. Met zijn verfhandjes. Misschien nog witter dan wit. Maar mijn tas is zo zwaar dat ik echt even niet kan lopen. Dus het is very cute. Verstaan joh. We gaan even lekker een kippetje halen. Oh, lekker. Ik heb echt zin in. Die ruikt ook echt niet normaal lekker. Ja, lekker zo. Ta-ta-ta-ta! Dat is nog leuk. Die vrouw zegt tegen mij, je moet wel samen met je vrienden weten, hè? Dat klopt ook trouwens. Ja, dat is wel. Maar dan stinkt één iemand uit de mail. Bestaat helemaal, het is nog warm. Oh, ik ben echt benieuwd hoe dit is. Nou, lekker opeten. Try it out. Het is beter op zijn geheel. Het is gewoon kip. Ja. Het is kippeling, jongens. We gaan naar onderhuizen. Oh my god. Wat goed. Mm. Zie je uit. Meteen helemaal. Niet goed hoor. Mm. Goed hè? Goed hè? Ja. Heel lekker. Wij gaan even boodschapjes doen. Nou ja, heel veel boodschappen is nou ook weer niet. Maar wij gaan lasagne maken vanavond. Oh, dit is lekker tegenlicht. Dus we gaan gewoon even zo'n pakje halen en gehakt en groenten. En dan gaan we dat lekker koken vanavond. Er is zoveel zin in. We hadden zin in een pastaatje. Een soort van eigenlijk. Maar ja, lasagne is ook pasta. Lasagne is al pasta, ja. Dus dat gaan we even lekker doen. Met mijn zieke, zieke Snoetje. Hij is nog steeds ziek. Nou ben jij ook ziek. Nu ben ik ook ziek. Niet. Ik hoop van niet. Jawel. Jawel. Is dat ding open? Dat ding open. Je had hem nog niet open, hè? Nee. Oh jongens, het was wel echt een heerlijk weertje vandaag. Ik heb alleen weinig van meegemaakt. Vreselijk buiten. Niets. Kijk nou mooi. Enig. Kijk, wacht, het gaat lukken. Even een bed verschonen. Moet ook gebeuren. Dat is vieze stink, jong. Nou, ja, zeg. Ik was gewoon ziek, ja. Ja, ik weet het. Je bent nog steeds eigenlijk ziek. Heb je wel iets gedaan? Ziek in mijn hoofd. Ja, dat altijd. That's always. Je hebt inderdaad wel een mooie verzameling die te voor zijn. Ja.
Nee. Proef heet. Heet? Ja. Waarvan dan? Ja, van wat de heb jij gedaan? Van die dingen. Jezus, echt? Ja. Wat in die mand graaien? Misschien ben ik ziek. Nee, weer een beetje. Het was 74, weet ik of... 74, zo niet. Leef je nog? Gaat het? 37,4 wou ik zeggen. Oh, dat is gewoon normaal. Nee. Wel. Niet voor mij. Wat heb jij normaal dan? Weet ik niet. Nou dan. Misschien moet je dat eerst maar eens even weten. Nee. Oh, dat is echt hilarisch. Nee, zo wordt het. Eens. Nee. Doe het eens als je nee. Nee. Hier, niks aan de hand, joh. Ik ben hartstikke ziek. Mag ik eens? Ja, hij moet hier eens uit. Ja. Nou, hier, ik heb hele koude handen. Lekker, hè? Valt wel mee. Oh, mijn gevoel is heel koud. Hallo, dokter. Het is heel raar, alsof er wel iets op je hoofd zit, maar je voelt het niet. Mm-hmm. Oh, wat een harde piep. 36,7. 36,7. Je bent onderkoeld! Je bent onderkoeld! Het zat mis! Ik heb het koud! Nou, ik heb het zelf een beetje koud. Ik heb ook koudjes. 36,7. Goedemorgen mensen, het is vandaag... Zaterdag! Ik moest even denken, want ik had gisteren school. En het is weer een mooie dag. Maar we gaan verven binnen. Kijk nou wat een mooie dag het is. Prachtig. The sun is shining. En wij gaan verven in het appartementje. Ja. En dat is de eerste keer dat ik dus het appartementje ga zien. Want ik heb alleen het op foto's en video's gezien, maar niet in real. En aan de buitenkant, want we reden een keer langs. Ik heb trouwens gewoon een handdoek aan, hoor. En het leek net of ik naakt ben zo. Ik mag er niet op. Ik ben wel naakt. Niet dus. En van de buitenkant was er een keertje langs, dus ik weet waar het is, maar niet hoe het er van binnen uitziet. Dus dat ga ik vandaag even bekijken. Hè? Ja. Maar we gaan even omkleden en ontbijten en dan die kant op. Wat geweldig! Ik kan hier gewoon mijn ontbijtje maken die ik thuis altijd maak. Havermout. Ik wist echt niet dat Brinta ook havermout had. Ik kende echt alleen dat, alleen Brinta, zeg maar. Maar blauwe besjes, een banaantje en melk. Ik kan mij nog een beetje maken. Helemaal blij mee. Wil jij het ook? Hè? Oh. Kip. Kan jij dit maken? Kip Harry? Kip Harry maken. You make some Harry. En dan leg ik op schatien. Kijk nou jongens. Dat is toch mooi. Heb je al laten zien? Het is echt lekker weer. Ik ben er ook zo blij van. Ik ga naar buiten. We landed a man on the moon in 1969. Yeah, I buy that teacher. Thank you.
Ja, iets van jou. Hier heb nog twee mannen even. De keuken aan het zetten. Ik ga dat eerst even doen, oké? Daar ligt één, daar staat twee. En ik heb net... Ik doe helemaal niks, jawel. Kijk, ik heb in dit kamertje... Oh, het is al helemaal opgedroogd bijna, joh. Voorgestreken. Heb ik hier zo al twee lagen. Maar joh, het is al bijna droog. Je ziet het bijna niet meer. En in deze kamer heb ik ook... Nu deze wand. Kijk, je ziet beter. Die heb ik net gedaan. Nu deze kant, dan doe ik hem straks nog een keer en dan probeer ik al deze spullen zeg maar naar die kant te doen. En dan kan ik deze kant nog doen. En als het goed is, is Chris in deze kamer bezig. Ja hoor, hier hebben we nog iemand. Een nieuwe camera. En hier met die telefoon hier, twee keer. Nu een Sony camera. Blijf een beetje zo. Goed hè? Blijf een beetje. Maar dit is voor de vlogging. En die andere twee, ik ga zeg maar zo'n reel maken op Instagram. Instagram. Op de gram. Van voor en na. Dus ja. Ook gewoon een beetje al die dingetjes. Beelden van voor en van hoe het straks helemaal is. Dat is toch te leuk om te zien uiteindelijk. Gewoon zo'n snel videootje. Snel videootje. Ja, gewoon zo'n reel. Dit is maanden aan werk. Dus, Ja. Dit hele verbouwing wil je. Nou, mij is toch prachtig. Muren, mooi wit geverfd. Niet normaal, dat vond ik hier ook gedaan. Alles is mooi wit hier. Goed hoor. Ik was hier dus net klaar. En ik wilde heel graag even zo'n klein trolletje halen bij de Action. Dus ik dacht, nou, daar loop ik even heen. En ik zou er precies op tijd zijn, 5:15. Want het was 20 minuutjes lopen. Dus ik dacht, nou, doe ik even. Kom ik daar aan, vraag ik, hebben jullie koffers? Dus zo'n manager liep met me mee. En die vroeg het aan een andere medewerker en die zegt zo van, die keek even zo. Zegt ze, nee, we hebben ze niet meer. Toen ben ik nog naar de boeken geweest, naar de Xenos, dat het allemaal niet helemaal was dicht. Toen dacht ik, ja, fuck zooi. Dus toen, en de bus die kwam pas echt over een half uur. Dus toen dacht ik, nou, dan loop ik maar weer terug. Dus toen ben ik weer 20 minuten naar hier gelopen. Die mannen zijn nog steeds bezig, het is 6:15. Maar dan ben ik weer hier en nu wacht ik op hun en dan kan ik met hun mee naar huis rijden. Friet in. Ja, jij hebt alles oplopen vreten onderweg. Nee, normaal niet. Ik heb twee frietjes op. Nee. Je hebt ook weinig. Ja. Nou, wij hebben lekker Mickey gehaald. Met drinken. Goed zo, schat. En met flexie. Lekker. Fuck off, meid. Goedemorgen, het is vandaag zondag en het is weer echt heel lekker weer vandaag. Gewoon blauw luchtje, hier word ik toch zo vrolijk van. Maar Casio die staat onder de douche en die roept net mij 100 keer, Roos kom nou. Dus ik ga er zomaar bij onder staan. Maar vandaag ga ik even wat aan school doen en dan weer naar het appartement om te verven met z'n allen. Dus dat is de planning voor today. Helaas dus allemaal binnen. Terwijl het heerlijk weer is, maar goed. Ik ga maar even bij die jongen onder de douche stappen en dan gaan we lekker ontbijten. Zo, het verfpakje is weer aangetrokken. Ik had deze oude broek van thuis en die mag toch weggegooid worden. En een oud shirt van Kinch. Maar ik had gisteren dus hier mijn haar weer gewassen, maar wel gewoon met donkere shampoo. Maar toch heb ik het idee dat het allemaal weer lichter aan het worden is. Dus misschien dat ik binnenkort weer even naar de kapper ga om het een beetje donkerder te laten maken. En dan zijn we echt mega pluizen op dit moment, want... Ik had echt geen producten mee van thuis, zeg maar, waarmee ik het altijd gewoon minder pluis gemaakt. Maar goed. Deuntje is soms echt zo schattig. Maar vaak ook echt niet. Knel. Kitty. Ze denkt, wat doe jij? Maar heel vaak is zij gewoon echt aan het miauwen, terwijl er gewoon niks aan de hand is. En dan heeft ze gewoon zeg maar de bakjes zitten dan vol, gewoon met eten. Maar dan lopen ze maar te blaren en te miauwen en te zeiken. En daar worden ze hier thuis echt niet goed van. En ik trouwens ook niet. Want het is echt heel irritant. Maar op dit soort momenten is ze wel echt heel cute. Ligt ze daar altijd zo. Dan is het wel een snoesje. Maar ik ben trouwens nu even
mijn vlogjes aan het editen. En hierna ga ik nog een klein beetje dingen aan school doen. En even een beetje duidelijk voor mezelf wat ik nou allemaal moet doen deze week. Want het is best een drukke week. En ik heb hier mijn re-examen, jongens. Oh, ik vind het zo spannend. Ik hoop echt dat ik hem haal. En hier ben ik dus jarig. Ik moet van alles voor school doen. En hier heb ik dan nog thuishaven. Dus... En hier zou ik nog mijn wenkbrauwen verven en lunchen met mama voor mijn verjaardag. En tussendoor allemaal nog school en werken. Dus het wordt me een week, de aankomende week. Dus dat vind ik wel even... Dan raak ik mijn hoofd altijd helemaal vol. En dan word ik altijd helemaal gewoon gestrest. En dan zie ik nergens meer een gaatje vrij en dan word ik helemaal gek. Dus dan wil ik echt wel even mijn dingetjes geregeld hebben en een overzichtje. En later vanmiddag ga ik dus naar dat appartement om mee te helpen verven. Ik had dus besloten om even eerst dit te doen en daarna daarheen te gaan in plaats van andersom. Want heel vaak ben je dan gewoon moe en dan wordt het misschien heel laat en dan heb ik helemaal geen zin meer om dingen te doen. En morgen moet ik om 8:30 alweer op school zijn. Dus ja, het leek me even handiger om het op deze manier te doen. Ik heb nog even heel snel een broodje gemaakt voor mee onderweg, want ik ga nu naar dat appartement. En ik moest voor hun nog even wat beleg meenemen, want ze hebben daar broodjes. Dus dit moet ik nog even meenemen. En ik had het echt mega koud voeten, maar mijn schoenen stonden dus hier in de zon. Hier zo. Dus ik heb nu helemaal warme schoentjes en warme voetjes, dus dat is top. Maar ik pak even mijn spulletje bij elkaar. En dan ga ik richting de trein. Ik moet naar Duivendrecht en dan vanaf daar 10 minuutjes lopen, zoiets. Dus dan en dan nog even helpen verven. Zo, daar zijn we weer. Mijn meneer Marbussen. Ik zat dus net in een trein echt vol met, denk echt 20 man met allemaal bier. Ik denk dat er ergens een, ik weet niet of er een wedstrijd is van Ajax. Maar het leek er in ieder geval wel op. Dat ze daarheen gingen met z'n allen. Want ik rook echt heel die coupé rook gewoon naar pils. Jezus, deze trappen. Oh. Ja, hallo. Hallo. Zo. Zijn we weer. Hey. Nou hoor. Wij gaan weer lekker... Hè? Wij gaan weer lekker verven vandaag. Wij gaan dit muurtje nu doen. Deze gaan we witten. Want deze heeft echt een kleur. Dus dat gaan we nu doen. Ik ga nu eerst even die randjes wissen. En dan kunnen we het doen met de rollen. Dus er overheen, erachteraan. Die kindjes nu even allemaal afplakken. En dan kunnen we beginnen. In de vrieskou. Meneer of zo. En we hebben nu in zijn kamer plafond gewit. En één muurtje. En dat moet dan straks nog een laag. Maar voor nu... Wat ruikt het naar rook hier? Ja. Maar voor nu zit het er allemaal op. En nu gaan we dus lekker naar huis rijden. En lekker eten. En chillen vanavond. Voor de rest niet echt iets op de planning. Kesje moet nog een aantal dingetjes voor school doen. En ik wilde eigenlijk mijn vlog even exporteren. Ik zie er trouwens echt heel sexy uit zo. Ik ben echt helemaal fijn geknepen. Maar ik heb mijn capuchon hieronder. En dan mijn helm op. Voor extra warmte. Dus ik heb helemaal niet wangetjes. Oh mijn god. Nou ja, lekker op de scooter naar huisje rijden. We hebben net lekker even serie gekeken en gechilled in bed. En nog een klein beetje mijn
vlog geëdit, dus die is nu af, dus die kan ik morgen uploaden. Dus dat is chill. Maar voor nu sluit ik deze vlog lekker af, want wij gaan ons tandjes poetsen en lekker slapen. En morgen heb ik letterlijk om 8:30 les. Ik vind het wel erg heftig eigenlijk. Maar dankjewel voor het kijken naar deze video en dan zie ik jullie volgende week weer.